Dames en heren, op dit sportgala willen we niet alleen onze beste sporters van het afgelopen jaar eren. We willen ook mee onze schouders zetten onder de kerstactie van Studio Brussel, Music for Life. Drie Studio Brussel-presentatoren zitten sinds vrijdag in het Glazen Huis in Gent om geld in te zamelen voor de strijd tegen malaria. En wij hebben bij ons hun collega Thomas de Soete. Hij ving onze sportgasten op onze rode loper. Goedenavond, ik ben Thomas de Soete van Studio Brussel. Sorry dat ik even stoor, maar Studio Brussel is nu bezig met Music for Life, de grote benefietactie die zich richt op de strijd tegen malaria. Ik ken zelf niet zo heel veel van sport, maar ik weet wel dat alle groten van België vandaag hier zullen passeren. En die had ik graag stuk voor stuk is ondersteboven gehouden en uitgeschud tot de laatste stuiver. Samen met Pim Smit, die het prachtige werk heeft gemaakt. En dadelijk passeren alle grote vedetten en die gaan we allemaal een handtekening laten zetten op dit werk, waardoor het helemaal onbetaalbaar wordt. Ideaal voor Music for Life. Pim is ongelooflijk goed bezig met het verzamelen van handtekeningen. Maar eigenlijk was hij 2 weken geleden al begonnen met het schilderij. Samen met 4 absolute iconen van de Belgische sport. Eerste sprong in 1 jaar en half. Nee, nee. Die laat niet graag. Nu met verf. Ja. Dank je, Studio Brussel. Kijk op. Ja. Ja, oh, ik had nog een klein vraagje. We zijn bezig met een project dat we het doek willen signeren met DNA-materiaal. Dus daar heb ik één stukje haar nodig. Check. Kijk eens. Oké. Voilà, laat de centjes maar komen. Hey, je zit in de regen, hè? Ja. Groen is mooi. Je hebt een mooie groene schoen, trouwens. Ja. Yes. Yo. Allee. We hebben nu een soort aquarel, hè? Ja. Door de regen. Dat is juist. Ja. Dankjewel, hè. Hallo, hè. Oké. Hey, wat is eigenlijk je favoriete kleur, Kim? Rood. Mag je lachen? Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ja, ik ben er echt wel aan het genieten. Leven Studio Brussel. Ja, ja, dat is hem. Dat is hem. Eerste kunstwerk. Een echte Kim Kluisters. Dat is mooi. Ah. Mooie brilla. I'm from space. Space. Die leeft in een andere wereld, hè? Ja. We gaan proberen een wielrenner te maken. Ja. Wat is je favoriete kleur? Geel? Ja, tuurlijk. Er zijn er 4. Oh, dat is goed. DNA-structuur van Eddy Merckx. Heel mooi. Wow, ik denk dat hij nog een toer te veel op de molen gezeten heeft.
Ja, aan promotiefilmpjes voor dit kunstwerk de voorbije dagen en weken geen gebrek. Maar het kunstwerk hebben we natuurlijk nog niet gezien. En het is stilaan tijd om daar verandering in te brengen. En daarvoor staat Thomas de Soete hier bij me. Thomas, à vous l'honneur, we gaan het heel simpel houden. Aftellen van 3 tot 1 en dan komt het doek naar beneden. Daar uit de nok van het Kursaal in Oostende. Goed? Ben je er klaar voor? Mag ik? Ja. Oké. 3, 2, 1, daal. Dit is het dus, hè? Het kunstwerk van onze sporticonen. Kim Kleisters, Tia Hellebout, Jan Keulemans, Eddy Merckx. Natuurlijk met de hulp van Pim Smit. Maar wat vind je ervan? Ik vind dat het er heel duur uitziet in de eerste plaats. En heel mooi. Ik zou het zelf heel graag hebben. Ja, er staan niet alleen de handtekeningen op van de mensen die ik al vernoemd heb, maar daaronder is er nog een band. En heel veel sporters die hier vandaag aanwezig zijn, hebben daar ook op gesigneerd. Stel, je hebt ontzettend veel centen. Je moet op niks kijken. Hoeveel heb je ervoor over? Ja, stel dat ik heel veel geld had, sowieso mijn hele vermogen uiteraard, met daarbovenop nog een sappenkuur van een week. Een week sapjes? Dat is een beetje weinig, vind ik, Thomas. Pakt 2 weken. Oké, daar kunnen we al mee leven. Maar ik vrees dat je ernaast gaat grijpen, want er zitten thuis heel veel mensen die dit kunstwerk ongetwijfeld ook wel willen. Hè? U kunt ermee uitpakken op kerstavond als de vrienden komen en dit hangt in de woonkamer. Ja, dat is wel uitpakken. U kunt bieden via sportza.be en stubru.be en u kunt dat tot 9:10. Geen seconde langer, tot 9:10. U mag eraan beginnen. Heel veel succes. Zometeen, dames en heren, weten we hoeveel het kunstwerk van de Nederlandse kunstenaar Pim Smit heeft opgebracht voor Music for Life. Pim, goedenavond. Hoe was het om met al die grootheden te werken voor jou? Met Eddy Merckx, met Tia Hellebout, met Kim Kleisters? Ja, dat was echt heel bijzonder. We hadden een heel intense samenwerking en ja, er gebeurden hele bijzondere dingen. Eddy met een lange stok en een roller die al fietsende aan kan rijden. En Tia die springt met de rug op het canvas, ja, dat spetterde alle kanten op. En ja, met Kim was het natuurlijk ook heel bijzonder. Dat vond je het leukste, denk ik, hè, met Kim? Nou ja, ik heb met Kim even mogen tennissen en ik moet zeggen, ze speelt toch echt niet slecht. Ja. Nee, maar ja, serieus, dat was heel bijzonder. Het was een warming-up, zeg maar, want daarna zijn we heel heftig tekeer gegaan. En ja, er viel een stilte. Je ziet dat het hoofd rechts. Bijvoorbeeld, dat gaan we zo meteen zien. Oh, sorry. Oh, wacht. Ik dacht dat... Ja. Zeg, Eddy Merckx vond je een beetje crazy. Waarom? Nou, dat ben ik natuurlijk ook wel een beetje. Maar weet je wat het leuk is? Dat je gezond, een beetje gezonde gekte is wel goed. Absoluut. We gaan kijken wat het heeft opgebracht. Dankjewel, Pim. Ja, dit is hem dus, hè. De Nederlander die een toer te veel op de molen heeft gezeten, Pim Smit. Het bieden is gedaan, hoor, dames en heren. U moet niet meer proberen, het is onverbiddelijk gedaan. Het schilderij heeft een eigenaar, een nieuwe eigenaar, die gaat pronken tijdens de feestdagen met zijn kunstwerk. Thomas de Soete is erbij gekomen. Thomas, we gaan het bedrag bekendmaken, maar we gaan dat niet doen zonder dat de mensen in het Glazen Huis in Gent kunnen meekijken. Die zouden nu ongeveer op een rechtstreekse lijn moeten zitten. We gaan ons even draaien. Kijk, daar zijn ze. En alle drie. Er is geen één aan het slapen. Dag Sam, dag Siska en dag Sophie. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Hi. Hoe valt het mee? De eerste dagen zijn voorbij. Is er veel volk nu? Ja. Er is enorm veel volk. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar het plein hier, het Woodrow Wilsonplein in Gent, staat bomvol mensen. En die zijn ook nu allemaal naar jullie aan het wuiven. Ja. Thomas staat hier naast me. Thomas, jij zat vorig jaar in het huis. Mis je het niet een beetje? Ik ben stikjaloers bij momenten, zoals nu bijvoorbeeld. Echt? Echt waar. Dat is het mooiste wat er is. En ik moet mij niet nog eens vragen, want ik ben echt stikjaloers. Siska, dat is jouw vriendin. Wij gaan allemaal onze oren dicht doen. Je mag haar een persoonlijke boodschap brengen. Ah, oei. Ja, liefke niet laat thuis, hè. Sowieso. Zijn jullie benieuwd hoeveel het heeft opgebracht? Ja, enorm heel benieuwd. Hebben jullie al veel centen? Echt enorm. Maar ja, goed. Denk het wel, hè. We hebben al redelijk wat, maar nog geen exact zicht erop natuurlijk. En alles wat erbij komt, is beter. Oké, we gaan er een smak bij doen. We gaan ons draaien, we gaan naar de mensen kijken en naar het publiek. En we gaan dat bedrag voor het kunstwerk bekendmaken. Thomas? Het kunstwerk heeft zomaar eventjes €15.400 opgeleverd. Heel mooi bedrag, heel mooi bedrag.
Jullie hebben dat meegekregen? 15.400? Ja, we zijn er stil van. Ik ben er stil van. Zeer indrukwekkend. Maar die komen er dus aan. Thomas, wie heeft het kunstwerk kunnen bemachtigen? Dat werd geboden door Frank van Nijlen uit Kasterlee.